Dag lieve mensen, welkom weer op de voortzetting van onze Bijbelstudie over het thema Zou de Duivel nog bestaan? Waar hebben we het over? Wie is zij? We halen wel eens informatie uit de Bijbel en ik laat u steeds zien dat er nogal wat misverstanden zijn over degene die aangeduid wordt, onder andere met de duivel. We gaan eerst weer samen bidden. Ja, Vader, ook nu willen wij uw woord niet bestuderen zonder uw geest in ons. U hebt het ons toegezegd dat Hij ons in alle waarheid zou leiden. En daar vertrouwen we ook op, in Jezus' naam. Amen. Vorige keer heb ik met u gekeken naar de naam Lucifer, een van de namen voor de duivel. En u laten zien dat het geen iets anders is dan wij uh, op Hollywoodfilms zien en dergelijke. Uh, Lucifer betekent lichtbrenger, lichtdrager. En alle engelen worden Lucifers genoemd, hebben we gezien. Morgensterren, Venus, zonen gods, wachters, vele termen voor deze wezens. Ook goden worden ze genoemd, de kleine g. En ik heb de vorige keer besloten door u te wijzen op een bijzonder fenomeen in de mythologie. Alle mythes die we tegenkomen, van alle volkeren, religies, uh, vertellen over een kring van negen goden met aan het hoofd een vadergod. Negen goden. Die vadergod is de enige ware. Die anderen zijn zijn zonen en zijn dochters. Griekse mythologie, Scandinavische mythologie, overal. De godenkring van de negen goden. Prachtige documentaire recent geweest. Op History HD. De Bijbel noemt het ook, zoals u natuurlijk weet. Want u kent de Bijbel goed. En u weet dat de Bijbel spreekt over vele goden, die ook echt bestaan. En dat er ook gesproken wordt over de kring der goden. Onder andere in Psalm 82. Kijkt u met mij, een Psalm van Asaf: God staat in de vergadering der goden. In de kring der goden. Hij houdt gericht te midden der goden. Dat ziet u ook als u gekeken heeft naar de prachtige verfilming van de held Thor. Dan ziet u dat terecht daar Odin ook gericht houdt onder zijn eigen goden. Thor bijvoorbeeld verprutst het en wordt door zijn vader gestraft. En dan komt hij weer naar de aarde gegooid waar hij gewoon mens is. En dan kan hij zijn eigen hamer niet meer optillen. Is hij gewoon mens en zo moet hij de nederigheid leren. Want... Uh, Thor heeft niet goed gehandeld. En hij wordt door zijn vader gestraft. Dus in die kring der goden. houdt de vader ook in de gade. of zijn zonen en dochters. het goed doen op de werelden waar ze zijn uitgezonden. Dat ziet u ook in het verhaal van Thor. Dat er allemaal werelden zijn onder Asgard. negen werelden. waarop de goden als goden ook heersen. Dat vind je dus in alle mythologieën. en u vindt het ook in de Bijbel. Dus God zit in de kring der goden. en hij houdt daar gericht. En hij zegt ook. want sommigen hebben het niet goed gedaan. Hoe lang zult gij onrechtvaardig richten en de goddeloze gunst bewijzen? Richt de geringe en de wees, doet rechte ellendig en de behoeftige. Bevrijd de geringe en de armen. Zo'n God wil je aan het hoofd hebben, zou ik zeggen. Red hem uit haar goddeloze hand. Zij weten niets, en gaat het verder, en begrijpen niets. In duisternis wandelen zij rond, alle grondvesten der aarde wankelen. Wel, heb ik gezegd, gij zijt goden, ja allen... Zonen des Allerhoogsten, Nochtans zult gij sterven als mensen, als een der vorsten zult gij vallen. Sta op, o aarde, o God, richt de aarde, want gij bezit alle volken. Hier ziet u dus die kring der goden met negen goden onder de oppergod de Vader. De oppergod Vader is rechtvaardig, heilig. Hij is liefde, hij is goed. Hij wil het goede voor alle werelden en zij schepsels. En de negen goden die namens hem zijn aangesteld over de werelden doen het niet allemaal zo goed. En sommige van hen worden zoals hier staat naar beneden gegooid, naar de aarde. U zult met de duivel hier aan denken. Je ziet u dus ook: het gaat hier niet om één persoon, niet om één Lucifer, maar om een verschijnsel onder de goden. Een deel van de goden in de godenkring is niet zo rechtvaardig als hun vader en verprutst het. Um, wat zijn die goden? Wat zijn die wachters? Wat zijn die engelen? Wat zijn die zonen van de goden? Waarom gaven de schrijvers deze wezens die namen? Nou, het zijn geen mensen. Hoewel ik u zeg dat ze wel menselijk DNA hebben, daar kom ik straks op terug. Ze zijn op een bepaalde manier veel hoger dan mensen. Ze zitten tussen God en de mensen in. En ze leven ook in principe niet op de aarde. Ze leven zoals wij zeggen in de hemelen, maar het woord is Shamayim. Ze leven in het helol. Dat zien we in de Bijbel ook steeds weer terug. Als u hemel vertaalt met, zoals het moet vertaald worden, universum. Zij bewonen het universum. En wij maken uit de Bijbel en alle overleveringen ook op. Kijk in uw Bijbel hoe engelen verschijnen. Engel kan in elke gedaante verschijnen die hij verkiest. Net zoals Jezus naar zijn opstanding. Engelen konden verschijnen als God zelf. En er werden ze dus ook als God aan beden, Omdat ze licht uitstraalden, er goddelijk uitzagen. Maar engelen kunnen ook zo als mens verschijnen dat je denkt... Dat je mensen aan je tafel hebt gehad, zegt de Bijbel, maar het waren engelen. Dus het gaat hier om wezens die ouder zijn dan ons, eerder geschapen zijn, zonen van God genoemd worden, um, die het universum bevolken, namens God in het universum een taak hebben op werelden, samen met hem werelden scheppen en leven scheppen. Dit haal ik allemaal uit uw eigen Bijbel. Leest u het maar na, ik heb het in het begin ook gezegd. En uh, een deel daarvan. Is in zonde gevallen, zouden wij kunnen zeggen. We begrijpen dus dat overal in de kosmos is de keuze voor goed en kwaad aanwezig. Logisch ook. Anders kun je nooit vrije wezens hebben. Geen mensen en geen zonen gods. Met vrije keuzemogelijkheden. Nou, euh, zonen van de goden, wachters. Het gaat hier om wezens hoger, ouder dan wij, die in het universum bewonen. En die dus, zoals ik nu vandaag zou zeggen, ben in enige multidimensioneel bestaan. Wij bestaan helaas in drie dimensies, eigenlijk vier, zoals Einstein aantoonde, maar de vierde daar snappen we niets van, de ruimtetijd. Maar er zijn in het heelal minstens tien dimensies, weten we nu. Dus deze wezens, die wachters, die zonen van de goden, zijn niet alleen hoger ontwikkeld als ons. Zij hebben toegang tot de multinationaliteit, uh, multidimensionale nationaliteit van het heelal. Dat verklaart ook dat zij door het heelal kunnen reizen, want Einstein heeft gezegd dat kan helemaal niet. Je kunt niet met. Uh, de snelheid van het licht reizen. En al ga je met de snelheid van het licht door het heelal, dan nog kom je nergens. Duizend jaar is het de dichtstbijzijnde. Dus dan is het nog duizenden jaren met zo'n apparaat door het heelal gaan. Zij verplaatsen zich door interdimensionaal. Dat is tegenwoordig in de wetenschap al bekend. In theorie zouden we dat ook kunnen. We weten dat we in de toekomst dat gaan benutten. Daar is volop onderzoek naar overal. Wij weten dat dit bestaat. Daarin breng je het punt waar je naartoe wil... Dat vouw je als het ware naar jezelf toe. Ja, het klinkt bizar, maar dit is echt wetenschap. Je brengt dus het punt naar jezelf toe. door te gebruiken te maken van de dimensies van het universum. En zelf uh, leg je geen centimeter af. Nou, dus het is hier geen sprookje. Dit is geen science fiction meer. Dit zijn geen mythes meer. Zo verklaar je precies alles wat er verteld wordt. over engelen, gods, demonen, zoals we dan de verkeerde kant noemen. de duivel, zonen gods. Ze verplaatsen zich door het heelal. Door hun hogere technologie. Haakt u nog niet af, want ik ga u natuurlijk op teksten wijzen. Nou, wachters, goden, ze worden allemaal ook lucifers genoemd, lichtbrengers, lichtdragers, staande. Niet alleen worden deze wachters, deze zonen gods, lucifers genoemd, stralenden, maar ook Jezus wordt Lucifer, morgenster genoemd. En nou wordt het voor u helemaal verwarrend, want als u bang bent voor Lucifer, de duivel. Wilt u dan tegelijkertijd Lucifer Jezus aanbidden? Echt, het is waar. Ik heb hier een aantal teksten. Petrus 1, vers 19. En wij achten, zegt Petrus, het profetisch woord daarom des te vaster. En gij doet wel er acht op te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Jezus Christus. Het gaat hier over de wederkomst. Nou, dit is beslist niet de duivel, ook al staat er in de Vulgaat, de Latijnse vertaling van de Bijbel, uh, Lucifer. Totdat, dus bij de eindtijd, komt Lucifer in onze harten op. Maar Lucifer is niet de duivel, hier wordt Jezus bedoeld. Wordt nog duidelijk in de volgende tekst, de openbaringen 2. En wie overwint hem en werken tot het einde toe bewaart, zegt Jezus, hem zal ik macht geven over de heidenen. En hij zal een hoede met een ijzeren staf als aardewerk worden zij verbreizeld. Gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Nou, heb je het zo goed gedaan? Heb je de goede strijd gestreden? Hoor je bij de goede kinderen gods? En dan geeft Jezus je Lucifer. Ja, de lichtende. Dus dit betekent dat wij ook een van de zonen gods zullen worden. Een van de Lucifers. Dus... Hier worden wij eigenlijk al voorzichtig, lichtende, stralende lichtwezen, Lucifer genoemd, morgenster. Nou, Openbaringen 22, vers 16. Ik, Jezus, heb mijn engel uitgezonden om jullie dit te betuigen voor de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende Lucifer, staat er in het Latijns dan. De blinkende morgenster. Hier noemt Jezus zichzelf morgenster, lichtdrager. Lucifer. Ziet u dat het niet zo simpel is als u dacht? En als laatste Matthäus 2, vers 2. Die bekende kersttekst. En ze vroegen: Waar is de koning der Joden die geboren is? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien. En wij zijn gekomen om hulde te bewijzen. Ook die mensen dachten dat Venus een ster was. Met de ster uit het oosten wordt de planeet Venus genoemd. De morgenster. Ook hier weer. Zo ziet u maar. We houden het even vast en we kijken naar de tweede de bekende naam van de persoon waar we het over hebben: de duivel. Ook daar weer komen we op een naam uit het Grieks. Diabolos. Dat betekent letterlijk door elkaar gooien, door elkaar werper, verwarder. Alles was keurig op orde en hij gooide de boel door elkaar. Als de geest van God over de aarde zweept in Genesis 1, dan staat er. Dat hij zweefde boven de chaos, Tahu Wabohu, van de aarde. De aarde was in een staat die de duivel heeft veroorzaakt. Ga ik verder niet op in, dat is een ander leuk onderwerp. Deze schepping is gebouwd op een eerdere, minstens een eerdere schepping. Als sommige oudere volkeren met hun verhalen moeten geloven, is het de vijfde schepping. Toen deze schepping is gemaakt, was de aarde een puinhoop ten gevolge van een enorme oorlog. Het was chaos, Tahu Wabohu. En diabolos was een gang gegaan op de aarde. De aarde vertoont overal, onder, onder in de woestijn van Nevada, harde en keiharde sporen die bewijzen dat er atoomexplosies zijn geweest op verschillende plaatsen in de aarde, ook in India. De hindoe-vedas vertellen dat trouwens ook. Hoe vreemd u het vindt, dit is gewoon historisch materiaal waar natuurlijk de gangbare historie liever niet over praat. Want die doet graag voorkomen dat ze precies weten hoe wij zijn ontstaan en hoe het allemaal zit op de aarde. Talloze bewijzen worden hier gewoon genegeerd. In, in musea staan een paar bewijzen. Hè? Uh, die kun je zo bezien, maar men doet er niks mee. Nou, dit is één van die dingen. Dus diabel is door elkaar werper, vernietiger. 1 Johannes 3 vers 8. Dat is een foute. Daar staat het, 3 Johannes 1 vers 8, dat is een foute. Ja, nou, dat uh, zal mijn schuld zijn. Dus een en ander mis te gaan met uh, over en heen beweren, te, uh, bewegen. Maar de tekst zegt iets anders. Daar staat dat Jezus Christus gekomen is. Daar is hij. Snel zeg. Fantastische man daar achter de tafel. Fantastisch. Zo, nog sneller dan ik het in de Bijbel vind. Wie de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt van de beginnen. En hiertoe is de zoon van God geopenbaard. Opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. Ik heb mij verbaasd dat zoveel christenen dit niet lezen. Zij zeggen: Jezus is voor ons naar de aarde gekomen. Zeker weten, maar hier staat dat hij eigenlijk gekomen is om de werken van de duivel te verbreken. Mensen die dus zeggen: Ach, het is geen interessant onderwerp, die duivel, een beetje flauwekul. die hebben geen flauw idee van de boodschap van de Bijbel. Het draait als het ware in de Bijbel voor een heel groot deel. Om de persoon van de duivel. Jezus is gekomen om zijn werk te verbreken. En zijn werk was mensen tot zonde brengen. Mensen letterlijk, zoals het in het Griek staat, van hun doel afhouden. Waardoor ze onderweg verloren zouden kunnen gaan. Terwijl ze naar een prachtig doel op weg zouden mogen gaan. En omdat hij ons haat, probeert hij dat dus verstoren, door elkaar te gooien. Kijk om u heen vandaag de dag, zet het nieuws aan, ik hoef u niks te vertellen. Ik ken ook atheïsten die niet in God geloven. Die voorzichtig mij gelijk geven en zeggen: er is wat aan de hand op het ogenblik. Alles wordt op zijn kop gezet. Alles wordt door elkaar gegooid. Ja? En dat produceert een enorme angst bij de mensen. Diabolos, duivel. Um, Matthäus 4, vers 1 tot en met 11. De verzoeking van Jezus in de woestijn. Daar zien wij een beetje wat zijn werk is. Toen werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid. Om verzocht te worden door de duivel. Hier ziet u iets merkwaardigs. Hoe, ga, hoe gek u dat flink. De geest van God en de duivel werken toch op een bepaalde manier samen. De woestijn is de symboliek van het gebied waar de duivel woont. Ook dat is symboliek. Dor, droog, onvruchtbaar, verschrikkelijk en gevaarlijk. Nou, de heilige geest van God brengt Jezus naar dat gebied. Ik heb hier dus een preek over gehouden en ik zei tegen u. U schuilt altijd maar op de duivel als u in de woestijn zit. Als u het gevoel hebt dat u in een verschrikkelijke situatie zit. Maar ik kan u toch menig schriftgedeelte aantonen waar het God is die u daar leidt. En toch is God liefde. Ja? Nou, hier kom je meteen op het geheim van deze persoon van de duivel. Wat een beetje verdwenen is. Dus Jezus werd door de geest van God naar de woestijn geleid om verzocht te worden de duivel. was een deal. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, kreeg hij de laatste honger. Lijkt me niet zo gek. Dat heb ik al na een dag. En de verzoeker kwam en zei tot hem: Indien gij Gods zoon zijt, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar Jezus antwoordde en zeide: Er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven. maar van alle woord dat de mond uitgaat. Toen nam de duivel hem mede naar de heilige stad. En dit wordt belangrijker. En hij stelde hem op de rand van het dak des tempels. En hij zei tot hem. En Jezus keek zo naar de wereld eigenlijk. Indien gij God zoon zijt, werp uzelf dan naar beneden. Er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal hij opdracht geven aangaande u. En op handen zullen zij u dragen, opdat u, gij uw voet niet aan een steen stoot. Jezus zei tot hem: Wederom, er staat ook geschreven: Gij zit de Heer uw God niet verzoeken. Wederom nam de duivel hem mede. En nou komt het belangrijkste: naar een zeer hoge berg. Vandaag zou de duivel Jezus meegenomen hebben in een vliegtuig, nog beter in een satelliet om de aarde. En hij toonde hem al de koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid. En zei tot hem: Dit alles zal ik u geven, indien gij u nederwerpt en mij aanbidt. En Jezus zegt: Ik vertik het. Wat belangrijk is, dat deze aarde van de duivel is. Hij kan u op deze planeet geven wat u wilt. En daar valt heel veel over te zeggen, hoor. Maar dit is wat hij, raad... hij heeft het in zijn macht. Om Jezus de koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid te geven. Dus daar moeten we eens even over nadenken. Er is een mooie, vind ik mooie informatie ook, verschillende malen in de Bijbel. Dan wordt de duivel genoemd de God van deze wereld. Of de God van dit tijdperk. Dus dat geeft de tijdelijkheid aan. Hij is niet altijd de God van deze wereld. Maar de term God van deze wereld, daar zou ik een aparte studie over kunnen maken. Dat doe ik waarschijnlijk ook wel. Want. Uh, daar zijn nogal wat dingen over te zeggen. Zo geloofde de zogenaamde gnostische tak van de kerk vroeger, die oorspronkelijk gewoon bij het christendom hoorde, hoor, vergeet u niet. Dat de kerk van Rome die letterlijk het hoofd heeft afgehakt, wil niet zeggen dat ze er niet bij hoorden. Maar zij geloofden dat een andere god deze aarde had gemaakt en deze wereld. Een mindere god. Ze vonden het zelfs een stupide god. En zij geloofden dat de twee scheppingsverhalen in Genesis, heeft u het wel eens gezien? Er zijn twee scheppingsverhalen, vlak achter elkaar. En de volgorde van de tweede is omgekeerd aan de eerste. Zij zeggen gewoon, die tweede is het verhaal van die andere God. Deze materiële wereld is door hem gemaakt. Daarom is ze ook zo imperfect. Daarom heeft ze zoveel fouten. Daarom heerst in het dierenrijd een ontzagwekkende antigoddelijke strijd. Van vreten of gevreten worden. Van overleven. En de mens doet er ook aan mee. Dus de gnostische christenen zeiden, de God van deze wereld is het werkelijk. Deze wereld is niet de oorspronkelijke wereld van de echte God. Dat zou voor mij alles verklaren, maar dat laat ik even terzijde. Ook de kabbalisten zeggen dat, een deel van het Jood, de Jodendom. Maar daar ga ik verder nu niet op in. De God van deze wereld, Jezus zegt als ze hem komen halen voor zijn dood. De God van deze wereld komt en hij heeft aan mij niks. Dus er is nogal wat. De God van deze wereld, de duivel. Dat is geen leuke God, geen rechtvaardige God. Dat is zo'n God die door de oppergod bestraft wordt in Psalm 82, omdat die onrechtvaardig handelt, terwijl God zelf rechtvaardigheid wil. Dus we hebben de pech dat we op een wereld leven die beheerst wordt door een gevallen God, een van de gevallen goden, een van de Anunnaki, zeggen de Sumeriërs, die uit het universum naar de aarde kwam en hier voorlopig niet weg kan. Diabolos. Nou, denken heel veel mensen, ik ga even met u verder lezen op Openbaringen 12 vers 9. Eerst even 12, Openbaringen 12 vers 9. Ja, heel veel mensen denken bij de duivel aan een geestelijk wezen. U ook, weet ik zeker. Wat moet ik nou met deze tekst in Openbaringen 2? Want het zijn geesten van duivelen die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld om hen te verzamelen tot de laatste oorlog. Het zijn geesten van duivelen. Zoals wij geesten hebben. We hebben ook een geest. Die is eeuwig. Die blijft voortbestaan na onze dood. Niet onze ziel, dat is een klein misverstand, maar de geest blijft over. Zo zijn er. De duivel hebben dus ook een geest. Omdat de duivel, hoe schrikt u niet, echt niet veel verschilt van ons. Um, openbaringen 16: vers 14. Die hebben we net gehad, sorry. Ja. Twee keer. Um, en wat staat er in openbaringen 12, vers 9? Ben ik die vergeten, Filip? Uh... Ja, laat maar, is niet zo belangrijk. Ja? ja, je bent zo snel. Ja, die nog even erbij. En de grote draak werd op de aarde geworpen. De oude slang, die genaamd wordt duivel en de Satan. Nou, weten we dus, de Satan is de duivel, is de slang, is de draak, die de gehele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen zijn zonen Gods van de godenkring met hem. Nou. Um... Buiten die godenkring zegt de Bijbel op vele plaatsen dat het wemelt van de goden in de kosmos. Dat zegt Paulus ook. Het wemelt van goden in de kosmos. Wij echt hebben maar één God. Nou, dus, uh, en een deel ervan, net als op de aarde, is niet voor, de, voor het licht gegaan, maar voor de duisternis. Hij heeft verkeerde keuzes gemaakt en zijn op de aarde geworpen. Die term op de aarde geworpen die lijkt ontzagwekkend veel op de naam Anunnaki van de Sumeriërs, met een klein belangrijk nuanceverschil. Dit is hilarisch, zo tragisch als het is. De Anunnaki noemen hun goden, waarvan ze ook zeggen dat zij hun gemaakt hebben, zelfs met hun DNA, gedetailleerd zelfs. Maar uh, dat die goden wel willen, zouden willen dat ze god zijn, maar, en dat zij zeiden dat ze vrijwillig naar deze wereld zijn gekomen. Zij gaven ook de naam aan deze planeet. Dat was in het Sumerisch Eridu. Het latere eret in het Duits en het Israëlisch, en erde in het Duits en aarde in het Nederlands. Eridu, een plaats ver van huis. Nou, dus, uh, en ook van ons wordt gezegd dat wij wonen op een wereld ver van huis, dat wij vreemdelingen zijn op deze wereld. Het is niet ons thuis, dat is ergens in het universum. Maar goed, die de hele wereld verleidt, de duivel in de staat en de oude slang, is op de aarde geworpen. Waar de Sumeriërs hun goden vertalen met zij kwamen naar deze aarde toe. Daar zegt de Bijbel nee. Ze werden door iemand anders hier neergepleurd, om het zo maar te zeggen. Tegen hun wil in. Belangrijke informatieverzoening. Daar zeg ik u: daar zie je dat het verhaal van Genesis. weliswaar gebaseerd is op de Sumerische mythe. maar wel belangrijke nuanceverschillen aanbrengt. die ik als goddelijk geïnspireerd uh, beleef. Oké. Okay. Um, de duivel een geestelijk wezen. Wat moet ik dan met die tekst? Er zullen geesten van duivelen mensen komen verleiden. Dat verklaart voor mij het hele bijzondere, fantastische, science-fiction-achtige verhaal, waar maar weinig predikant en theoloog iets mee doet. De meesten zeggen ook tegen mij, ik doe daar niks mee. Je moet daar meer voor bij de joden zijn, bij de rabbijnen. Genesis 6, vers 1 tot en met 4. Nou, toen ik op de HBS zat, uh, volkomen atheïstisch, niet christelijk opgevoed, had ik een fantastische geschiedenisleraar. Meneer de Vries, als u nog leeft op het Karel van Manden destijds in Haarlem. U hebt mij heel wat meegegeven. Want die man kon vertellen, zeg. En zo heeft hij mij uh, mijn eerste hobby bezorgd. Mijn tweede al, of mijn derde. Dat is namelijk de mythologie. Want hij kon zo prachtig vertellen over die Griekse mythologie. Hoe daar de god Zeus een mooie vrouw op aarde zag. En hoe hij uh, daar gemeenschap mee had. En uit hun relatie kwam een godenzoon voort. Een halfgod, zeggen wij, een demigod. U kent hem bijvoorbeeld, Herakles, Hercules bij de Romeinen. Maar er waren vele van die halfgoden en ook halfgodinnen, want het waren niet altijd jongetjes. Ze waren halfgod en halfmens. En zij worden dan ook Nephilim genoemd, de reuzen, de, de grote der aarde. Reusachtig betekent niet per se dat ze groot van gestalte waren. Dat waren ze trouwens wel. En er zijn ook nog steeds skeletten van gevonden, als u het wilt weten. Kijk u maar op het internet naar de reuzen. De Giants, dan vindt u musea en andere plaatsen. Ook trouwens veel falsificaties hoor, maar ook veel echte foto's van gigantische skeletten. Ook trouwens met een andere schedel: zo'n lange verlengde schedel. Maar goed. Uh, de Nefilim, zij deden bijzondere dingen. Uh, ze hadden een hogere technologie. Zij waren verantwoordelijk voor het bouwen van die ongelooflijke, onverklaarbare bouwwerken. onder de piramide van Cheops. En de vele bouwwerken in Zuid-Amerika, waarvan deskundigen, ingenieurs en bouwkundigen zeggen: Wij kunnen echt, geloof het niet, die dingen niet namaken. Nou, ook dat wordt door de wetenschap natuurlijk genegeerd, want dat komt ze niet uit. En er zijn allerlei sprookjes verzonnen over hoe die Egyptenaren duizenden jaren lang zo'n graftom hebben gebouwd. En er zijn geen bewijzen dat het een graftom is. Maar goed, doet er verder niet toe. De Egyptische geschiedenis zegt: De piramide van Cheops is gebouwd door Henoch. Die kennen we uit de Bijbel. En Henoch liet de stenen zweven. Nou, dat zouden we vroeger tovenarij noemen. Tegenwoordig heet dat gewoon zwaartekrachtbeheersing. En ook daarmee wordt geëxperimenteerd, onder andere bij de vliegtuigfabriek Lockheed. En men kan het op het klein al. Zwaartekrachtbeheersing. Nou, de oude volkeren zeiden het al. De stenen vlogen. De goden deden de stenen vliegen. Dat is de enige verklaring voor die bouwwerken. Plus... Dat de stenen zo zijn afgesneden. dat moet met een laserboor en zaag zijn gebeurd. zeggen de deskundigen. die wij nog niet hebben. Doet er niet toe, de wetenschap gelooft liever in Sinterklaas. Nou, daar kom ik op dit verhaal. Want niet alleen de Griekse mythologie vertelt het verhaal van Zeus. en niet alleen de Hindoe-mythologie vertelt het verhaal van de goden. over de hele wereld wordt het verteld dat de goden dol zijn op aardse vrouwen. Waarbij het hun zeer waarschijnlijk nog niet zeer om de seks ging. Maar om het produceren van hun zaad. in de mensheid. Nageslacht. Dat was dan een hybride nageslacht, zoals de wetenschap dat noemt. En om hybride nageslacht te produceren. moet u bijvoorbeeld denken aan een paard en een ezel. Die kunnen gemeenschap met elkaar hebben, dan komt daaruit een muilezel. Dus uh, een levend dier, alleen is de muilezel onvruchtbaar. Dat komt omdat het DNA van de beide dieren zo op elkaar lijkt. dat ze wel een nageslag kunnen produceren, maar met wat in dit geval is een kleine afwijking. Dat is precies wat er verteld wordt van uh, die goden die met aardse vrouwen omgaan. Um, maar het betekent dat die zonen God, die benei Elohim, die zonen van de goden, die wachters, die Lucifer's, die stralenden, die goden, die engelen, zo op ons moeten lijken dat ons DNA praktisch gelijk is, want ze kunnen samen nageslag produceren. Kijkt u in dit prachtige verhaal van Genesis 6. U hebt er waarschijnlijk nooit een preek over gehoord. De dominees slaan het over. Doen ze wel meer met moeilijke teksten. Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen... en hun dochters geboren werden... zagen, daar heb je ze weer, de bene Elohim. Er zijn theorieën in de theologie, zo zijn er wel verklaringen... dat het bij deze zonen gods zou gaan om zonen. Gewoon zonen van mensen, de zonen van Seth en zo... Dat gaat helemaal onderuit, omdat dezelfde term gebruikt wordt voor die zonen gods die voor God verschenen. De wachters, de Benei Elohim. Dus het klopt niet. Dat de zonen gods de dochters der mensen zagen en dat die schoon waren. En zij namen zich daaruit vrouwen, wie ze maar verkozen. En de Heer zei: Mijn geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben. Hij is vlees, zijn dagen zullen 120 jaar zijn. De reuzen waren in die dagen op de aarde. En ook daarna, toen de zonen gods tot de dochters der mensen kwamen. En zij hun kinderen baarden. Dit zijn de geweldigen uit de voortijd, die geweldige dingen hebben gedaan. Mannen van naam. Tot zover. Volgende keer wordt het nog spannender. Hier. Ook in de vele teksten in het Oude Testament leest u zijn napak en concordantie. Waar staat: Er kwam een boze geest van God op een mens. Er kwam een boze geest van God op Saul. En die boze geest maakte ze al depressief, paranoia en angstig. En er kwam David.